Die donderdagmiddag 27 juli op de Aristoteleslaan in Huizen reed of stond, zou de indruk kunnen krijgen dat er een enorm ongeval had plaatsgevonden, ongeveer ter hoogte van basisschool De Springplank. Eén grote stoet gele ambulances was daarbij ingekomen. Er was gelukkig geen ongeluk gebeurd, maar er was wel een zeer serieuze aanleiding voor hun komst. Al deze ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs kwamen hier een eerbetoon brengen aan en afscheid nemen van hun collega die zeer ernstig ziek is. Dat deden ze met een bloemenhulde. Na afloop van de kleine plechtigheid reden alle voertuigen met zwaailichten aan terug richting hun ambulanceposten.